2007 was de laatste keer. En ja, na zoveel jaar moest het voor ons toch wel weer een keer gebeuren. We willen alles weer een beetje goed en mooi oppakken. Dus we willen echt... vorig jaar zijn we dus flink begonnen met een goede bult te maken. En het mocht helaas door de droogte mocht niet doorgaan. Maar toen dachten wij van, dan bouwen we dit jaar gewoon een extra hoge. Maar toen helaas ging in februari al te vroeg in brand. Dus geen extra hege bulten dit hier. Het hier zou mooi wijzen in. Deze bult was nog, hij was nog groter dan deze, zeg maar. Nou, en als dit er dan ook nog maar bovenop was gekomen, ja, dan hadden we echt een enorme bult gehad. Want hoe heeg je er nou? Nu is het 12 meter. Maar de jongens in Oudebekeep zetten de schouders eronder en bezieken je er wat moois van te maaien. Wol nemen ze het zekere voor het onzekere. Gisteravond zijn we hier ook al in de tent blijven slapen. Vanavond blijven we weer slapen en morgen gaan we slapen hier ook weer. Dus nu, dit keer kan er helemaal niks misgaan. Er is behoorlijk wat green afval sammelen. Zelfs Joet werd er nog een soort bracht. Zoenen ze toch nog de heegste bulten van Friesland, hè? Waar zit de heegste tingst? Ik denk dat tussen ons en Vink gaat, die doet ook altijd wel leuk mee. En Elslo doet ook altijd wel, doet ook wel goede zaken. Hoe heeg je er ongeveer? Nou, wij denken een meter of 12. 12 meter hoog, ja. Want hij wie is wel heger? Hij was wat hoger, maar door het gewicht zakt hij wat. En we proberen elke dag weer wat bovenop te gooien. De heegste bulten van Nederland zit in het Oerisselse Espolo. Die is maar liefst 44 meter heeg. Een wereldrecord. In Elslo maakte ze haar net drok oer wat de heegste bulten had. Ze binnen al lang blied dat het dit hier toch weer mooi. Het was zo al mooi weer afgelopen weken. En in Brabant was al code oranje afgegeven. En toen zeiden we van, het zal toch niet weer gebeuren dat weer door de droogte weer niet mogen branden. Maar we hebben niks gehoord en het lijkt nu wel door te kunnen gaan. Montijoen willen de peerske vuren aanstutsen. En samen had het er dan ongeveer uitzien.